vertellen hoe ik ben begonnen met bidden. Ramadan, Ramadan. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe Ramadan vlog. Weet je wat raar is? We zijn al aangekomen bij vlog 103. 303. En ik heb niet eens wat speciaals gedaan voor de 300ste vlog of iets. Ik merkte het gewoon niet omdat we zo hard aan het grinden zijn met die vlogs. Dat ik gewoon het niet eens door heb dat we al dat nummer voorbij zijn gegaan. Broeder van Anmoeder die staat nu hier voor de deur. Ik heb niet zo'n drukke dag gehad, maar daar ga ik het met jullie zo even hebben. Dus, laten we toch maar beginnen. En ik zeg volgende. Vaak heb je van die dagen dat je gewoon thuis zit en gewoon heel veel achter je computer bezig bent. Administraties. Ik heb gisteren een heleboel mailtjes gestuurd. Gisteren bedoel ik eigenlijk vandaag in de ochtend. Ik sliep pas om 5 uur. Een heleboel mailtjes gestuurd. Administratie, mijn eigen administratie. Administratie van dit huis en zo. Want ik heb wel een aantal plannen die ik dit jaar, tenminste dit jaar, voor het einde van dit jaar wil ik dat gerealiseerd hebben. Waaronder, ten eerste wil ik dit huis hier renoveren. Ten tweede wil ik, zodra dat helemaal af is, zodra ik dat helemaal achter mijn rug heb, wil ik een huis voor mezelf gaan zoeken. Wil ik op mezelf gaan wonen. En dat zijn een van de grote stappen die ik wil gaan maken, zeg maar, voor 2017. Dus daarvoor moeten we keihard aan het werk, mensen. En dan lijkt het misschien op beeld niet dat we, dat lijkt het alsof we niks doen. We doen eigenlijk heel veel achter de schermen. En gebeurt, ik laat misschien in deze vlog, zoals ik al een keertje eerder, niet eens 50% laat ik zien van wat er in het echte leven gaande is en wat er nog meer gaande is. Maar dat doe ik bewust, dat doe ik bewust. Die andere 50% gaat misschien nog wel op een dag komen. Ja, 50, 25. Laten we er 25 van maken. Rustig aan beginnen, mensen. Maar goed, oh ja. Ik ben vandaag ook de eigenaar van de Funix Snapchat. Ik heb al een paar hele leuke snaps daarop gemaakt. Ik zie ook dat de oogjes gestegen zijn op Snapchat. De Funix app, zeg maar, de Funix Snapchat. Dat is helemaal goed. Ik ga weer even daarmee aan de slag. Dus, vol. Dit is mensen, twee bootjes die aankomen. Kijk eens mensen. Zie je, dat is weer een voordeel voor in Den Haag wonen. Strand is gelijk hier, man. Strand. Kijk eens, mensen. Kijk eens. Hier daar is de vuurtoren, Scheveningen. Ja, we zijn nu aan de kant van Duindorp. Maar kijk eens, al die boten. Ja, al die gasten hier zo. Dan moet jullie nog steeds een tip geven, mensen. Als jullie heel nodig naar de wc moeten. Je moet een grote boodschap doen, een kleine boodschap, maakt niet uit. Altijd naar het ziekenhuis gaan. Weet je waarom? Schoonste wc's, schoonste dingen en het is rustig en ze hebben wifi. Wat wil je nog meer? Ik sta nu bijvoorbeeld voor een ziekenhuis. Niet dat ik nu een grote boodschap, maar tip. Yes mensen, ik heb even een beetje, ik weet niet, af en toe heb ik zin gewoon die capuchon met die pet zo te rocken, je weet toch. Ik ga nu even mijn auto ophalen, broeder van andere moeder die is klaar. Dus dan pak ik mijn auto en dan gaan we even richting de buurt rijden. De buurt, ik ben nu al in mijn buurt, maar richting zijn buurt. Om daar even een paar boodschappen te halen. Ik heb geen drink thuis. Ik moet even drinken halen voor het 9 uur is en alle winkels dicht gaan. Maar volgens mij is de Jumbo tot 10 uur open. Vroeger was deze Albert Heijn hier ook tot 10 uur open. Maar om een of andere reden belazeren ze de boel en doen ze dat niet meer. Waarom? Vraag dat niet aan mij. Ja, ja mensen. We hebben weer eens lekker gegeten. We zijn weer eens lekker blij, want we hebben weer gegeten. We hebben weer energie. Lekker gedronken. We zijn nu weer onderweg richting moskee. Ik ga nu weer richting broeder van andere moeder rijden. Maar Algi is niet daar in de buurt, Algi is in Mariahoeve. Dus we moeten eerst nog Algi gaan ophalen in Mariahoeve. En dan gaan we waarschijnlijk ergens anders bidden dan, dat wij normaal, dan waar wij normaal bidden. Omdat we anders dan te laat komen voor het gebed en zo. Dus daarom moet ik ook opschieten. Zoals jullie zien is het niet een hele lange vlog. Maar waarschijnlijk aan het thumbnail en aan de titel zul je zien dat het een andere vlog is dan normaal. In ieder geval, ik praat gewoon veel te veel. Jullie moeten gewoon verder kijken. Volg. Jullie zien het, we zijn opeens geswitcht. Naar een betere camera. Ik heb even mijn, wat is het? Oh ja, een Canon. Mijn Canon 750D camera eruit gehaald. Omdat ik bij dit dacht van, weet je wat? Dit moet wel echt met goed geluid gefilmd worden. Met goede kwaliteit beeld. Omdat dit gewoon, ja, ik weet niet. Dit moet gewoon echt gewoon, je weet toch, op en top moet dit zijn. Want ik ga even een verhaal vertellen. Jullie zullen het waarschijnlijk al merken aan de thumbnail en aan de titel. Waar ik het precies over ga vertellen. Ik ga vertellen hoe ik ben begonnen met bidden. Laat ik eerst even beginnen met mijn verhaal daarvoor. Dus wat mijn, zeg maar, mijn aanloop was op het moment dat ik, zeg maar, die omslag maakte en uiteindelijk begon met bidden. Laat ik ook eerst even vertellen waarom ik dit wil vertellen. Ik wil het puur vertellen omdat ik
heb gemerkt dat ik gewoon mensen kan motiveren, inspireren. En misschien leidt dit filmpje wel tot een aantal mensen die ook weer gaan beginnen met bidden. Of die gaan beginnen met bidden. Of die het gebed hebben laten liggen en dan weer oppakken. Je weet nooit wat de kracht van zo'n vlog, van zo'n video kan zijn. Dus dat is de reden waarom ik dit ga vertellen. Laat ik beginnen met ongeveer vanaf mijn 12, 13e jaar. Dat was de puberteitperiode waarin ik een beetje... Ik noem dat verdwaald. Ik was een beetje verdwaald. Ik wist niet precies wat ik wilde worden. Ik wist niet precies wat ik wilde bereiken in het leven. Ik wist niet precies met wie ik moest omgaan. Met wat voor vrienden ik had. En dat is ook zoiets. Vrienden kunnen je, de mensen om je heen, die kunnen je heel erg beperken. En die kunnen ook jou heel erg beïnvloeden. Dat had ik ook in die tijd, maar ik had dat niet door. De meesten die kennen het vast wel, of die gaan het misschien zelfs wel meemaken. Ik hoop het niet. Maar je gaat verkeerde dingen doen. Je komt in vechtpartijen. Je wordt snel agressief. Je gaat snel vechten met mensen. Je gaat roken. Je scheldt mensen uit. Je kijkt op mensen neer. Gewoon gedrag wat... Gewoon gedrag wat niet goed is, wat niet goed valt te praten. Ik heb ook, ik was ook vaak gearresteerd omdat ik vaak belandde in vechtpartijen. Voor onnodige dingen, alleen maar omdat iemand jou aankijkt en jij zegt van wat is er? Weet je, dat soort kleine dingen, puur om te laten zien dat jij gewoon je mannetje staat. Wat gewoon allemaal heel erg onnodig is. Maar ja, dat soort dingen deed ik dus. En ik had echt het gevoel dat mijn leven op een soort van dwaalspoor was. Op een gegeven moment had ik contact met een meisje. Dan praat ik echt over een periode van... Even kijken, wanneer was dit? Dit is 5 jaar geleden ongeveer. 5 jaar geleden. Ja, 5 jaar geleden. Ik was ongeveer 15, ik werd 16. En dat was in de periode van ongeveer, laten we zeggen, april, mei, juni, zoiets was het. In die periode was het. En we hadden gewoon contact via MSN. In die tijd MSN, soort van WhatsApp. Wat nu WhatsApp is, dat was zeg maar, in die tijd was het gewoon MSN. Was wel op dat moment begon het een beetje uit te sterven. Maar ik gebruikte het nog steeds. En we hadden gewoon een beetje contact. Het was niet echt iets serieus of zoiets. Of we waren gewoon een beetje aan het praten. En op een gegeven moment vroeg ze aan mij, zei ze van, hey, ik ga nu bidden tot straks. Ik zeg van, is goed, tot straks. En toen zei ze van, ga jij niet bidden? Ik zeg, nee, ik bid niet. Toen zei ze van, hè? Hoe kan dat? Jij bidt niet, wat is dat, zo'n raar persoon ben jij dat jij niet bidt, hoe oud ben je, 15, bijna 16, je bidt nog steeds niet, wat is dit? En weet je, en ik voelde mij heel erg aangevallen op dat moment. Het was ook een soort van aanval, omdat zij het niet goed kon formuleren, ten eerste was dat ook rond mijn leeftijd, maar het was echt iets bij mij waar ik dacht van wow, wat gebeurt hier opeens? We hadden net een goed gesprek en dan opeens ga je mij zo aanvallen met dat. En toen dacht ik van weet je wat, donder op. Zo van op dat moment had ik er ook geblokkeerd, verwijderd. Ja, dus die avond ging ik slapen en ik had een droom. Dat was in de kamer hiernaast, dus voor de mensen die het nog niet wisten, ik sliep eerst in de kamer hiernaast voordat ik naar deze kamer ging. Maar goed, ik had dus een droom waarin iemand tegen mij zei, ik weet niet precies wat het was, maar ik lag dus op een bed. Dus het was een groene, ik had een groen laken achter mijn groene bed. En iemand die kwam steeds naar me toe, die maakte mij wakker van, hé, jij moet opstaan, het is tijd voor gebed. En ik schrok steeds en ik zei van, ga weg van mij, wat doe je? En diegene kwam steeds weer terug van, hé, je moet opstaan. En hij duwde me op mijn borstkast en ik voelde druk op mijn borstkast. En het werd steeds strakker, elke keer als ik zei, nee, was het... En op een gegeven moment, het voelde alsof ik geen lucht meer kreeg. Toen schrok ik wakker. Toevallig, ik had mijn laptop had ik naast me. En ik was zeg maar in slaap gevallen toen mijn laptop nog aan zat. Die zat ook in de lader, zeg maar. En ik googelde van gebedstijd. In de ochtend was iets van... Het was tijd van Fajr, het ochtendgebed. En ik keek zo naar de tijd. En het was, subhanallah, precies dezelfde tijd dat ik opstond. Was het ook tijd om te gaan bidden voor Fajr. En ik ben niet gaan bidden op dat moment gelijk. Maar het was wel echt iets wat ik dacht van, wow, dit is wel echt heel raar. Zoiets had ik nog nooit eerder meegemaakt. En ik ging slapen die nacht. Ik had niet goed meer geslapen. Ik werd wakker en ik bleef er constant aan denken van, kijk wat ik doe allemaal. Ik bid niet. Ik wist niet eens in die tijd. Ik had wel kennis daarvoor. Ik ging naar moskee en zo. Ik had daar kennis op gedaan. Maar dat was weer later, dat had ik laten liggen. En je vergeet soras en je vergeet dingen. En het komt allemaal door de omgeving waarin je bevindt. En dat is ook wat ik jullie heel graag wil meegeven is, breek uit die bubbel. Ga weg uit die bubbel. Blijf niet in diezelfde bubbel zitten of in diezelfde wijk met diezelfde mensen. Verbreid je horizon. Kijk verder dan je neus langs, om het maar even zo te zeggen. Maar goed, op een gegeven moment, toevallig was het die week, zou ook de Ramadan beginnen. En in die aanloop van die week dacht ik bij mezelf van, weet je wat? Ik ga mezelf gewoon voorbereiden. Ik wist niet eens in die tijd hoe je meer moest leren bidden. Ik was het vergeten. En dat was ook zoiets bij mij. Ik had de schaamte. Ik had de schaamte om het aan mensen gewoon te vragen van, joh, kan je mij leren hoe ik moet bidden? Dat durfde ik niet, want ik was bang voor die reactie van,
Hoe bedoel je, je bent 15, bijna 16, maar je gaat aan mij vragen van hoe je moet bidden. Dat moet je toch weten? Dus vanwege die schaamte dacht ik bij mezelf van, weet je wat, ik hoef niet, ik kijk gewoon, ik zoek het op via internet. En uiteindelijk is dat ook goed gelukt. Ik heb meerdere dingen heb ik gecheckt en uiteindelijk ben ik uiteindelijk bij wel een paar goede filmpjes en zo terechtgekomen. En daar constant naar te kijken, constant die zinnen uit mijn hoofd te leren. Bijvoorbeeld het tahiyatulia wat je doet zeg maar, bij het gebed, dat doe je zeg maar zo. Heb ik uit mijn hoofd geleerd. Ik heb weer soras ben ik begonnen om weer te lezen en uit mijn hoofd geleerd. En ik was die eerste dag van Ramadan was ik wakker gebleven tot fajr zeg maar. Om het gebed te verrichten. En toen, ik weet nog dat ik zo zenuwachtig was. Ik was echt aan het shaken, gewoon aan het trillen van hoe dit voelt echt alsof er een grote druk op mij was. Dat ik elke letter greep, elke punt, elke komma moest ik gewoon precies goed uitspreken. Zo'n gevoel had ik en ik stond daar en ik begon te bidden. En het ging gewoon allemaal lekker en het voelde alsof ik elke keer als ik bukte, dat er alsof het lading van mij afkwam en het ging omlaag. En ik voelde mij lichter en daarna voelde ik mezelf van wow. Dit is wel, ik voel me echt vrij. En vrijdag kwam eraan, de Jumma, het vrijdagmiddaggebed. Ik ging daar elke keer alleen naartoe. Ik had echt een periode van een aantal maanden, echt misschien zelfs een jaar, dat ik telkens heel vroeg daar ging, dat ik helemaal vooraan zat met een heleboel mensen. En dan vanuit mijn telefoon gewoon zeg maar Goren ging lezen. En ik zat gewoon daar telkens alleen. En ja mensen, dat is mijn omslag geweest in hoe ik ben begonnen met bidden. Het was echt gewoon een wake-up call die ik voor mijzelf heb gekregen. En jouw wake-up call ziet er misschien anders uit als die van mij. Want jouw leven is anders dan die van mij. Maakt niet uit wat jij doet. Al doe jij alles fout. Al ben jij de grootste drugsdealer hier op deze aardbol. Je gebed moet je verrichten. Dat is echt zo mensen. Het maakt niet uit. Mensen zeggen van ja, maar ik was net nog bij dat feestje daar. En dit en dat. En zus en zo. Nee. Je gebed moet je gewoon verrichten. Het is nu, want wie zegt dat jij er morgen nog bent? Wie geeft jou morgen? Wie heeft jou morgen beloofd? Niemand heeft jou morgen beloofd. Dat kan niet. Dus daarom wil ik jullie allemaal aanraden om te gaan bidden. Echt waar mensen. Het heeft mijn leven ook gewoon beter gemaakt. En elke keer met dua's. En uiteindelijk vind ik dat ik met dua's ook verhoord zijn. En ik ben alhamdulillah gelukkig. Ik kan niet klagen. Ik ben blij. Het is allemaal sinds ik ben begonnen met bidden. Is het allemaal steeds beter gegaan met mij. Tuurlijk heb ik tegenslagen gehad. Maar die zijn er juist om eroverheen te gaan. En om nog sterker eruit te komen. En dat heb ik nu ook. Dus als jij nu in diezelfde positie zit als waarin ik zat 5 jaar geleden. Ik hoop dat je van dit filmpje even die wake-up call krijgt. En je gebedskleed pakt, roddel gaat doen. En gewoon je gebed weer gaat verrichten. Zoals dat hoort, ook op tijd, dat soort dingen. Dus ik hoop dat echt uit de grond van mijn hart. Dus als je deze filmpje kijkt, deel het ook. Misschien zullen andere mensen het zien en daardoor, omdat jij het gedeeld hebt, gaan bidden, weet je. Dat zijn hersenen, dat zijn goede daden kan je daardoor krijgen. Dus ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie deze boodschap met beide handen aannemen. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. Ik ga ook hier meteen de vlog afsluiten. Ik weet het is niet echt een vlog. Doe heel leuk. Gisteren had ik een leuke vlog met Soufiane en alles. Maar vandaag is het meer een praatvlog, een beetje een serieuzere vlog. Maar toch wil ik jullie vragen om die blauwe duimpje omhoog te doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog dan leuk? Doe dan even blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder een reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Net in. Pauw! Ramadan, Ramadan, Ramadan.